pilots. Proeven van voorstellingen. Het eerste college, dat klinkt misschien pretentieus, maar we willen echt daar een goede college reeks van gaan maken in de loop der jaren. Waar ook gastsprekers kunnen komen, maar waar Jessica gaat beginnen. Ja. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Henny de Zwaaf. Ik ben sinds 1 januari voorzitter van de stichting, van het stichtingsbestuur moet ik zeggen, van Open Monumentendag Woerden. En ik mag de eer hebben om ervoor te zorgen dat alles een beetje soepel gaat verlopen. Van harte welkom wens ik ook de wethouder die politiek bestuurlijk een beetje de basis van alle monumenten in Woerden. Hartstikke fijn dat u een vrouw heeft meegenomen. En we waarderen het zeer dat u ook een heel gezellig etentje met de rest van politiek Woerden daarvoor heeft moeten onderbreken. Van harte welkom. En dan geef ik u graag en met heel veel trots het woord aan Jessica. Dankjewel, Annie. Wat fantastisch dat u met zoveel getalen hier naartoe gekomen bent om het eerste college te kijken. Ja, het mooiste van dit monument is dat er altijd haakje gesloopt in, haakje sluiten staat. Samen met Henny en met andere leden van het bestuur en het comité ben ik gaan nadenken. Hoe kunnen wij nou ervoor zorgen dat dit monument voor 1 weekend dit jaar herleeft? En voor wie dan denkt, ja, het is wel een leuk pand, maar waar stond dat dan? Het hoekje van de Voorstraat, de Rijnstraat en de Mulmansweg. Voor de Woerdenaren ook wel bekend als de Oude Hema. En tegenwoordig voor de bekende shopper bij Veukelen. Ik neem u mee in de tijd dat de eerste dubbele sleutel er was. U ziet hem hier, de dubbele sleutel. Dat is de voorloper van de dubbele sleutel waar ik het vanavond over ga hebben, maar het is wel goed om even u te laten zien. De dubbele sleutel was toen een herberg. Daarnaast ziet u nog 2 panden en die 2 panden die zijn ook helaas niet meer. Dus ik denk voor de Woerdenaar en de niet-Woerdenaar onder ons, als je dat plaatje nou eens goed onthoudt en dan richting de haven gaat, moet je dan maar eens indenken hoe het er nu uitziet. Als je die 2 naast elkaar houdt. Toen kwam de hernieuwde dubbele sleutel. Het hotel en restaurant, de dubbele sleutel. Wat later werd uitgebaten door de familie van Vulpa. Maar nadat dat pareltje gesloopt is, komt deze fantastische HEMA daarvoor in de plaats. Wie heeft in dienst een kantoor schrijfwaren gekocht? Of is daar begonnen met zijn boekenkasten? Ook deze heeft later plaatsgemaakt. En nu is het beeld wat je hieronder ziet. Gebouw wat Bolton heeft gebouwd. De oude HEMA is helemaal gestript. Nieuw gebouw omheen gebouwd. En daar zitten appartementen in. De winkel De Veukelen en een meest fantastische parkeergarage die in Woerden te vinden is. De dubbele sleutel komt eigenlijk uit Leiden. De sleutelstad, zo noemen ze dat. En die dubbele sleutel, stadswapen van Leiden, staat uit 2 sleutels. De eerste is voor... Heeft iemand een idee? Sorry? De stadspoort van Leiden, zeker. En de tweede? Petrus. Voor Petrus, zeker. De beschermheilige van Leiden is Petrus. En Petrus had een sleutel in zijn broekzak. Ik weet niet of je een zak had vroeger, maar hè? Het gaat om het idee. Laten we het hip maken. Met de hemelpoort. Dus eigenlijk de 2 sleutels staan voor en de toegang tot de hemel. En aan de andere kant de toegang tot de stad Leiden. Daar staat hij voor. En het plaatje wat we net zagen is dat eigenlijk waar het pand van de Veukelen nu staat. Daar stopt de Leidse straatweg. Dus dat was eigenlijk de weg van Woerden naar Leiden. Daar stond ook op die punt stond de Leidspoort. De stadspoort om toegang tot de stad te krijgen. En ja. 1 en 1 is 2. Dat is dan toch heel logisch, daarbij die dubbele sleutel. Dat is van Leiden. Als je nou eens aan de andere kant gaat, dan heb je de Utrechtstraatweg. Er stond de Utrechtse poort. Maar als je dan in Harmelen kwam, dan werd het weer de Leidse poort. Of de Leidse straatweg. Dus dan moet je nu maar eens kijken, gewoon op, hoe hip is het, Google Maps. Je stopt van de Utrechtse straatweg en je gaat over in de Leidse straatweg. Dus elke keer kijk je naar Leiden of je kijkt naar Utrecht. Ja. Ik ga het vanavond hebben over de dubbele sleutel van Jan Wils. Dus die dubbele sleutel die ervoor staat, die waardeer ik nog steeds. Maar voor mij is het icoon, wat voor mij die drive geeft om te doen wat ik doe. Door deze man, Jan Wils. Architect. Bekend als architect van de stijl. Daar zal ik later op terugkomen. Maar later ook
overgewandeld naar de Amsterdamse school. Het is niet zo'n man van de foto's. Het leuke is ook van hem dat als je gaat kijken naar de geschiedenis van het Olympisch Stadion, wat eigenlijk zijn meesterwerk is, zeggen heel veel mensen. Iedereen kent, als je Jan Wils kent, van het Olympisch Stadion. Maar hij was er helemaal niet blij mee. Hij vond het goed dat hij dat mocht doen. Dat was een belangrijke klus voor de Olympische Spelen van 1928. Maar ja, om nou te zeggen dat het zijn meesterwerk was. Ja. Dus hij heeft met veel passie heeft hij dit voltooid. En het was natuurlijk prachtig dat daar de Spelen werden gehouden. Maar toen de Spelen klaar waren, ging hij toch wel liever met een ander project verder. Wat natuurlijk het leukste is van dit Olympisch Stadion, is dat het de afgelopen jaren is gerestaureerd. En dat het dit jaar voor het eerst is gebruikt voor een heel grote wedstrijd voor de atletiek. En daarmee is oude architectuur eigenlijk weer helemaal terug. Weer helemaal van nu. En zorgt er ook voor dat eigenlijk de spanning die in die wedstrijd zit, door middel van het oude gebouw, nog bijzonderder is. Want je hebt echt het idee, oh, ik zit op bijna heilige grond, zeg maar. Want hier hebben heel veel belangrijke sporters hun voetstappen gezet. Mocht je dit een keer willen bezoeken, echt een aanrader om dat stuk geschiedenis mee te krijgen.